Misschien heb je er wel ooit van gehoord, van dividendlekkage, maar wist je ooit dat het tot wel 20% van je dividendrendement kan schelen wanneer er zo'n dividendlekkage aanwezig is in jouw product? En 20% rendement is natuurlijk heel erg veel en dat is ook de reden dat ik deze video ga maken. Want in deze video gaan we kijken naar wat is nou een dividendlekkage, hoe ontstaat het, met welke producten, maar vooral ook hoe kunnen we het voorkomen. Nou, al die informatie, al die antwoorden erop krijg je in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik dan hieronder op het icoontje. Dan volg je ons kanaal. Mis je nooit meer een video, zeker als je op het bel-icoontje klikt. Vind je dit nou een leuke video zoals altijd, geef even een duimpje omhoog. Dan weten we in ieder geval dat we met een goede video en onderwerp bezig zijn. En natuurlijk vind je ook weer alle informatie en links onder deze video terug, zodat je op je eigen gemak alles rustig kunt teruglezen, ook na deze video nog. Nou, waar gaan we mee beginnen in deze video? Zoals gezegd, we beginnen met wat is nou het dividendlekkage? Want het is natuurlijk wel fijn dat we eerst weten wat het is, zodat we ook weten of het bij ons van toepassing is en eventueel als dat zo is, wat we eraan kunnen gaan doen. Nou, een dividendlekkage ontstaat bij 2 producten. Aan de ene kant zijn dat ETF's en aan de andere kant zijn dat beleggingsfondsen. En dit komt dan weer omdat deze producten vaak worden aangeboden en gevestigd zijn in een ander land. Heel vaak zul je zien dat het Luxemburg is of Ierland bijvoorbeeld. En er op die manier eigenlijk geen belasting verrekend kan worden. Want hoewel Nederland veel belastingverdragen heeft, valt dit soort producten buiten deze verdragen. En zullen we dus zien dat we een dividendlekkage krijgen. En dat houdt dus in dat we zeg maar 15 tot 20% rendement missen door deze constructie eigenlijk waar we gebruik van maken. Misschien is dat nog steeds een beetje lastig te begrijpen. En daarom kijken we dan naar hoe het ontstaat. En dat doen we dan weer aan de hand van 2 voorbeelden. In het eerste voorbeeld kijken we naar de manier waarop je zelf aandelen koopt. In bijvoorbeeld Shell, pakken we als voorbeeld een Nederlands bedrijf. En we doen dit dan via onze eigen broker, dus zeg maar Bing Bank of FlatEx. En aangezien we dit dus via onze eigen broker doen, zorgt het ervoor dat de aandelen ook in eigen bezit zijn van ons. Nou, stel dat we voor een x bedrag aandelen hebben gekocht en Shell keert dividend uit. En dit dividend is zeg maar 100 euro. Dan zien we die 100 euro als bruto dividend. En dat is dus in dit geval 100. Nou, over 100 euro wordt belasting gegeven, dividendbelasting. Dat is in Nederland 15%. Dus die 15 euro die zal worden ingehouden door in dit geval de Shell, het bedrijf waarvan het aandeel is, van die dividend uitkeert. En dat zorgt er dus uiteindelijk voor dat er 85 euro wordt bijgeschreven in ons account. Dus wanneer wij naar onze broker gaan en we openen ons account en we zien dat er dividend is bijgeschreven, dan zien wij dat bedrag van 85, terwijl dus het eigenlijke bedrag 100 euro was. Maar via je eigen broker is uiteindelijk dus ook zichtbaar dat er 15 euro belasting is betaald. In dit geval dus op Nederlandse aandelen. En aan het einde van het jaar kun je dus een overzicht krijgen bij je broker waarop al deze belastingen staan die je hebt gehad. Nou, en die kun je dan weer gebruiken bij je belastingaangifte, omdat je Nederlandse belastingen die je betaald hebt, dus in dit geval dividendbelasting, dan kunt verrekenen met je inkomstenbelasting. Voor het tweede voorbeeld gaan we naar een manier kijken waarop je de aandelen eigenlijk niet zelf in bezit hebt. En dit komt door omdat je dus aandelen koopt in een fonds of in een ETF. Het kan nog steeds zo zijn dat je dus gebruik maakt van een broker zoals Bink. Alleen pak je dan in dit geval hun product Bink Forward, waardoor het dus eigenlijk belegd wordt voor jou. Zij kopen ETF's aan. Ik noem maar iets, een fonds van in dit geval Vanguard of zo. In ieder geval, dat fonds zul je zien dat dat in Ierland is gevestigd. En juist dus omdat het in Ierland is gevestigd en zij dus de aandelen vasthouden, ontstaat er dus dit dividendlekkage. Proberen we even dezelfde rekensom te maken als bij het eerste voorbeeld. Dus nog steeds hetzelfde dividend dat we van Shell krijgen, die 100 euro. Daar gaat nog steeds 15 euro van af, want die houdt Shell dus in. En nog steeds krijgen wij 85 euro op ons account eigenlijk bijgeschreven. In dit geval dus wordt de ETF of het fonds deelt dus die 85 euro aan ons uit. Dus tot zover is er eigenlijk niks veranderd. Maar dan komt het verschil waar wij als persoon, omdat we de aandelen zelf in bezit hadden als Nederlander van een Nederlands bedrijf, kunnen verrekenen, kan dit fonds, omdat het in Ierland gevestigd is, dit niet doen. Omdat dit fonds dus in Ierland is gevestigd, zullen zij laten zien dat ze 85 euro hebben uitbetaald, maar ze zullen niet laten zien dat er 15 euro door Shell is ingehouden. Dus wij krijgen eigenlijk die 85 euro te zien op ons overzicht. En wat we vervolgens te zien krijgen, is dat de dividendbelasting in Ierland 0% is. En dat zorgt er dus voor dat er nog steeds 85 euro netto overhouden van die 85 euro, want er gaat dus geen belasting af. Maar die 0 euro belastingdividend eigenlijk, die we dus in Ierland betalen, die er dus niet is, maar
dat bedrag, dat staat wel vermeld. En dat zorgt er dus voor dat we dus eigenlijk, als we iets willen terugvragen, dit niet kan, omdat ze aangeven dat het 0 euro is wat we aan dividendbelasting hebben betaald daar. En door deze constructie zien we dus eigenlijk op ons overzicht dat we geen dividendbelasting hebben betaald. En dus kunnen we het ook niet verrekenen met onze inkomstenbelasting. Dus ook al hebben we dezelfde soort aandelen alleen op een andere manier gekocht en krijgen we hetzelfde dividend, scheelt het in dit geval dus 15 euro, oftewel 15% op je dividend, dus eigenlijk verlies je 15% van je rendement. En nou is het in Nederland in dit geval nog zeg maar 15%, maar in de meeste landen ligt het gemiddeld op 20%, waar in Amerika bijvoorbeeld wordt 30% dividendbelasting betaald. Dus afhankelijk van verschillende constructies kan het verschil best wel redelijk oplopen. En vandaar dat we dus ook gaan kijken naar hoe kunnen we nou voorkomen dat we dit dividend betalen en dat we het niet terug kunnen krijgen. Dus hoe kunnen we eigenlijk een dividendlekkage voorkomen? Kijken we nou naar het gemiddelde dividend van zeg maar 3,5%, en dat we dus 15% daarop mislopen, betekent dus dat het einde van het jaar nog maar 3% rendement overhouden. En dat we dus eigenlijk aan het einde van het jaar 0,5% dividend verloren zien gaan door de dividendlekkage. Nou, er zijn dus drie manieren waarop we dit kunnen voorkomen. En dit willen we natuurlijk ook het liefste doen. Want elk rendement wat je meer maakt op lange termijn heeft gewoon een grote impact. En de eerste manier om het te voorkomen is eigenlijk heel erg simpel. Je kunt het gewoon terugvragen of in ieder geval verrekenen bij je aangifte. Dus wanneer je de volgende keer je aangifte voor de Belastingdienst gaat doen, zorg er dan voor dat je het verrekent met je inkomstenbelasting. Dan denk je misschien van ja, dat is toch logisch dat je dit doet, want dit is eigenlijk het eerste punt en het makkelijkste punt. Maar wat je zult zien is dat er elk jaar misschien wel honderden miljoen euro's blijven liggen van mensen die op deze manier geen belasting verrekenen. Dus ook al heb je de mogelijkheid om het te doen, mensen vergeten het bijvoorbeeld gewoon of weten niet dat het moet of dat het kan. Nou, al deze manieren is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Je zorgt gewoon dat je het overzicht hebt van je broker waarop precies staat wat je aan Nederlands dividend in principe hebt afgedragen over je dividenden die je ontvangen hebt. Dus de bruto en de netto en de verschillen daartussen, zeg maar. Nou, dat verreken je dus gewoon in je inkomstenbelasting. Maar zoals gezegd heeft Nederland heel erg veel belastingverdragen, ook met andere landen, dus bijvoorbeeld met Amerika. Nou, zoals gezegd, in Amerika hadden ze eigenlijk 30% dividendbelasting, maar door een verdrag met Nederland kun je dit naar beneden brengen naar 15%. Dat dividend dat je daar betaald hebt, kun je dan weer terugvragen met een W8BEN-formulier, maar dat is iets wat ik in de toekomst in een andere video wel ga doen, omdat dat weer iets uitgebreider is en iets specifieker op een andere tak daarvan. Maar in ieder geval weet dat je dus zelf bij je belastingaangifte deze formulieren moet verzamelen, deze gegevens, en kunt verwerken zodat je in ieder geval een deel of misschien wel heel je dividend wat je betaald hebt in de vorm van belastingen terug kunt vragen. Een tweede manier om te voorkomen dat je een dividendlekkage hebt is door juist de juiste fondsen te kiezen. Dus zorg voor de juiste ETF's of beleggingsfondsen die geen dividendlekkage hebben. Hoe kan het dan dat deze fondsen geen dividendlekkage hebben terwijl anderen het wel hebben? Nou, dat heeft dus met de vestigingsplaats te maken. Zoals we zeggen, zul je vaak zien dat de meeste fondsen in Luxemburg of in Ierland gevestigd zijn. Maar denk bijvoorbeeld aan Tink ETF's, maar ook de Northern Trust van ABN. Dat zijn fondsen die echt voor de Nederlandse markt zijn ontwikkeld en daarom ook in Nederland zijn gevestigd. En juist omdat zij hier dus zijn gevestigd, kunnen ze gebruik maken van de wet en regelgeving in hun voordeel in dit geval ook. En dus die dividendbelasting die ze betalen ook weer verrekenen, eigenlijk terugvragen, waardoor je dus het volledige dividend kunt ontvangen. Dus door de juiste fondsen te kiezen, kunnen we zoals gezegd ongeveer 0,5% rendement per jaar besparen aan deze belastingbesparing eigenlijk. En zul je dus zien dat we van die 3,5% ook gewoon 3,5% overhouden, in plaats van dat we nog maar 3% dividend overhouden. En het derde en laatste punt wat je kunt doen om het te voorkomen, de dividendlekkage, is in ieder geval om een stappenplan te maken. Want nou klinkt het heel erg simpel om aan de ene kant de dingen te verrekenen, aan de andere kant het juiste fonds te kiezen. Maar ook wanneer je dus voor een van deze fondsen kiest die een dividendlekkage dus niet kennen, die het hebben afgedicht, kan het zo zijn dat het misschien toch niet het juiste fonds voor jou is. Want je moet niet alleen kijken naar de kosten die je bespaart, maar ook de kosten die je betaalt in principe. Want het kan zomaar zijn dat een van deze fondsen een hoger kostenpercentage heeft. Dan weet je bijvoorbeeld dat Vanguard vaak 0,03, 0,07% als kostenpercentage heeft. En bij veel andere fondsen is het vaak al 0,2, 0,3% Dus vaak misschien wel zelfs 10 keer zoveel. Dus kijk niet alleen naar de opbrengsten, maar zeker ook naar de kosten. Nou weet ik niet van al deze fondsen precies hoe het zit met kosten en dat soort dingen. Dat moet je dan weer zelf uitzoeken. Dat kun je bijvoorbeeld doen via naar Just ETF te gaan. Ik zal wederom een linkje plaatsen onder deze video's. Daar krijg je eigenlijk alle in dit geval dus ETF's te zien.
Dat kun je dus vergelijken met elkaar. En kun je dus misschien zien of je op die manier dividendlekkage kunt voorkomen. Wat je natuurlijk ook kunt doen is onder deze video een reactie achterlaten met een vraag die je hebt. Misschien kun je andere mensen zelfs wel helpen met een antwoord als jij het antwoord weet. Misschien heb je wel ervaring in deze situatie. Of je komt naar onze Discord chat, want daar zijn we met meer dan 200 man actief. Er zal vast wel mensen zijn die hier ervaring mee hebben. Dus deel daar je kennis of je vragen of opmerkingen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het een leuke en interessante video hebt gevonden. En dat je er in ieder geval iets van hebt geleerd. Zodat je in de toekomst dus misschien wel meer rendement kunt maken. En dat je de juiste keuze maakt om dus misschien wel iets te kiezen waardoor je juist niet de dividendlekkage hebt. Waardoor je dus automatisch meer rendement maakt. Want dat is altijd op de lange termijn zeker een pluspunt. Nou, vond je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval onder deze video weten wat je goed of minder goed vond. Zodat ik dat mee kan nemen naar de volgende video. Zoals gezegd, voor vragen of opmerkingen kun je onder deze video terecht in de reacties. Of je komt naar onze Discord chat. Een link daarvan vind je trouwens ook weer onder deze video. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video voor jou geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn het onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik hieronder op het icoontje, op het rode abonneerbuttentje. Dan mis je nooit meer een video en klik ook op het belicoontje, want dan word je in ieder geval op de hoogte gebracht wanneer er weer een video is. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.